belangrijk voor Overijssel, want 10% van de economie en werkgelegenheid zit in die agro- en foodsector. En dat willen we zo houden. En wat zo mooi is, dat zie je van de boer tot hier, dat mensen steeds verder vooruitkijken, willen innoveren, duurzaam willen produceren, wat ook wel echt de trend van de toekomst wordt. En wij als overheid willen dat ook stimuleren. En samen met mijn collega Eddy van Heijem zullen wij in de Agro en Food programma van het komend jaar ook 12 miljoen euro gaan investeren in verduurzaming en innovatie van onze mooie agro- en foodsector. En dat kan natuurlijk alleen maar als je ook mooie ideeën hebt. Want wij kunnen het wel verzinnen, maar iemand moet het doen. Vandaag is een bijzonder moment. Het is namelijk exact 18 jaar geleden dat mijn vrouw Monique en ik samen op 1 april 1998 in de garage in Denenkamp voor onszelf zijn begonnen met een klantgericht bedrijf. In 2001 starten we daarna met Food Connect. Dit bedrijf bestaat dit jaar 15 jaar. Food Connect is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwassen en professioneel bedrijf met 140 medewerkers en bezorgt maaltijden in geheel Nederland met uitzondering van de eilanden in Limburg bij een kleine 6000 particulieren aan huis. Ruud Lansing. Kijk, hij is de kok. Jij bent hier ook. De kok. Ik vind het een heel mooi concept, omdat het en recht doet aan de prachtige Twentse producten die wij hebben. En ook daarbuiten overigens. Eerlijke producten. Maar ook omdat het weer een nieuw concept is. En wij zijn natuurlijk als overheid altijd heel blij met ondernemers die in de agro- en foodsector, waar wij zo trots op zijn in Overijssel, weer iets nieuws en innovatiefs neerzetten. En nog duurzaam ook. Dus dit is een mooie dag. Oké. Hoe vond u het om zelf mee te mogen koken? Het ging eigenlijk heel makkelijk. Je krijgt een omschrijving waar precies staat wanneer je wat moet doen, zelfs op tijd. Ook wat je nog nodig hebt extra, want olie zat er dan niet bij het pakketje, maar dat heeft iedereen natuurlijk thuis. En eigenlijk was het in 10 minuten klaar. Ik zeg, kind kan de was doen. Dus het was een concept wat jezelf ook aanspreekt? Ja, ik ga zelf toevallig vanavond ook eens even op de website kijken. Want deze vis die ik nou net klaar heb gemaakt, maar ze hebben verschillende producten. En die was ook echt heel erg lekker en vers. Je zag gewoon dat het een mooi en eerlijk product was. En daar ben ik in elk geval altijd wel naar op zoek. En ik weet heel veel mensen met mij. Dus nou, wat je ziet is dat inderdaad van product van zaadje in de grond, zeg ik altijd maar, tot product in de mond, in Overijssel heel goed samengewerkt wordt met de hele agro- en foodketen. En dat stimuleren wij ook, want dat is wel een beetje de toekomst. De samenwerking om te kijken hoe je het hele product in je eigen regio kan neerzetten. En daarmee de streek, het land en misschien wel de wereld veroveren. Want wij hebben hier die kleinschaligheid waarop je ook inderdaad met veel innovatie en verduurzaming automatisch werkt. En dat is wel de vraag voor producten voor de toekomst. Dus ik ben hier wel heel blij mee.